ja, daar woonde ik bij mijn oom. Maar hij was altijd heel boos op mij. Ik moest altijd spruitjes eten. En altijd vroeg naar bed. En ik mocht nooit met die andere kinderen spelen. Dus ik heb geen vriendjes. En voel mij altijd heel eenzaam. En toen? Ja. Oh, en toen zag ik dat jij die kist wilde kopen. Hè? Toen ben ik daarin geklommen. En zo heb jij me aan boord van de schepen schuit genomen. En waar wil jij dan naartoe, mijn lieve Esmeralda? Och, ik wil de gehele wereld zien. Ik wil de mooiste route varen over de zeven zeeën. Langs de mooiste eilanden van de oceanen. Oh. Maar dat kan. Maar natuurlijk, ik zal meteen een hele mooie route uitstippelen op een van mijn zeekaarten. Jij krijgt de mooiste route die er bestaat. Oh, echt waar, Pieter Piraat? Oh, dat is zo lief van jou. Esmeralda, Berend is kok en kan heel goed koken. Oh, echt waar, Berend? Mm-hmm. Oh, Berend, ik zou zo graag heerlijke vieze willen eten met verse fruit. Vieze met de verse fruit. Berend gaat meteen aan de slag. Oh, hoewel? Meteen? Wat zeg je, Stefan? Die uitslover zegt dat hij de zeilen extra bol zal zetten, zodat de scheve schuit snel zal kunnen varen. Oh, echt waar? Oh, wat spannend. En dan? Wat, neem je mij mee? Waar naartoe? Oh. Ja, ja, een eiland. Vulkaaneiland. Nee. Huh? Een punt? Nee, naar het voordek. Oh, en dan? Oh, spannend. Voordek. Oh, Stefan. Stil! Lieve Stefan. Oh, de beker. Ah, is die beker van jou? Ah, wat een mooie beker. Ah, mag ik hem hebben? Hij kan niet eens open. Er zit een deksel op. Stefan. En nu is het afgelopen. Nieuwe. Vooruit. Maak dat je naar boven bent en neem die onnozele beker mee. Oh, jij wil nog een kusje. Een klap kan je krijgen. Sextine. Waarom ben jij nu zo boos? Jongens zijn stom! Hè, piratenmeisjes in de zaal? Wat? Hoezo? Oh, ze denken altijd dat ze de beste zijn en zo, en de slimste en de sterkste. En dan gaan ze de hele tijd stoer zitten doen tegen de meisjes. Ja, dat is toch juist grappig? Grappig? Ja. Vind jij dat grappig?
De piraat heeft nog nooit voor mij een mooie zeeroute uitgestippeld. En Brokkenpap heeft ook nog nooit voor mij vis met vers fruit gemaakt. En Stil heeft nog nooit met mij zo... op het voordek gestaan. Oh, Stien!